Vitesse tegen Feyenoord. Ook de opening dus van het seizoen voor deze twee ploegen. Op het klassieke tijdstip van zondagmiddag 2:30. Begeleid door wat reuk, rook en een knal hier en daar. En dan gaan we zo meteen beginnen aan de eerste wedstrijd van het seizoen. Voor Vitesse, Feyenoord. Vitesse dat de laatste jaren een behoorlijk lastige tegenstander is geweest voor de Rotterdammers. Sterker nog, de laatste 6 wedstrijden heeft Feyenoord niet meer gewonnen van Vitesse. Je zag even Melle Meulensteen, een van de nieuwe mensen bij de Arnhemmers, die nog gebukt gaan onder de onzekerheid van een nieuwe overnamepartij. Wat gaat daar vervolgens gebeuren? Houden in de goal bij Vitesse. Het aantreedt in een 5-4-1 formatie met op het middenveld basisplaatsen voor Bero en Manhoef als aanvallende middenvelders. En Dronstad en Dongjoni als controleurs. En Baden Frederiksen is dan de diepe spits. Vertrokken onder meer Openda, Daza, Doekie en Bazour. 4 spelers die grote waarde hadden voor het elftal van Thomas Letsch. Maar zo leert de ervaring over het algemeen wel. Er staan altijd weer nieuwe onverwachte namen op. Duel dat onder leiding staat van Jochem Kamphuis. En Clay Ruperti die van achter de monitor in Zeist meekijkt. Of alles wel ordentelijk en volgens de regeltjes verloopt. Trauner. Voorlopig aanvoerder bij Feyenoord, omdat de eerste aanvoerder Toornstra op de bank begint. En Bijlo heeft aangegeven dat hij die band niet per se hoeft. Bijlo staat wel in de goal. Achterin Geertruida, Trauner, Rasmussen en Pedersen op de linksbackpositie. Uisnes, Simanski, Timber, ook daar dus nieuwe namen in de middelste linie bij Feyenoord. Dat geldt helemaal voorin, want die hele voorhoede is ook nieuw. Wollemark, Danilo en Dilrossen. Van de finale tegen AS Roma en de Conference League staan alleen Bijlo, Geertruida, Trauner en Uisnes op het veld. Kukcu is er niet bij. En alle andere basisspelers van die finale van Tirana, die zijn allemaal vertrokken. Bijlo moet terug. En ziet die bal dan tot zijn opluchting. Over de goal zeilen, ja. Hij kijkt vol tegen de zon in. Wordt verrast ook door die merkwaardige karambol op het middenveld. Maar het loopt voor Feyenoord uiteindelijk goed af. Hij wil gewoon het duel winnen, niet veel meer. Maar dat blijkt uiteindelijk een geweldige doelpoging van 45 meter te zijn. Dat was bijna een buitengewoon wonderlijke eerste goal voor Vitesse van de voet van Ferro. Ja, hij kan erom lachen. Het zal hier op die manier gebeuren. Danilo wint het kopduel en vervolgens rustig verdedigd door Arcus. Hier weer aan de bal. Transfervrij overgekomen van Auxerre uit Frankrijk. Daar gaat hij er vandoor aan de rechterkant. Geertruida maakt er een puinhoop van en het schot is wel vrij hard. Maar niet heel zuiver van Baden Frederiksen. Binnendoor. Dilrossen bedient. Dilrossen met de mogelijkheid en de bal op de paal. Dilrossen dicht bij zijn eerste goal voor Feyenoord. Die afstemming achterin bij Vitesse ook niet optimaal natuurlijk. Geertruida hier de corner binnenhaalt. Veel snelheid. Veel meer snelheid in ieder geval dan Ferro. Die binnendoor weet te verrassen. Wollemark. Oh, die raakt ook nog het aluminium. Ja, een laconieke houding toch van de Vitesse-doelman. Maar zo verschilt het dat dus helemaal niet. Even kijken, houden zich toch enigszins op. Hier is Vitek. Vaak uitblinker in die Europese wedstrijden. Manhoef schiet er wel binnen. Maar daar gaat het dus via de binnenkant van de paal en is het voor Vitesse wel raak. Dilrossen niet aan de andere kant. Een minuutje later wel raak voor Manhoef. Weer is Bero bij betrokken. Dan krijgt hij toch te veel ruimte van Rasmussen die er allesbehalve kort op zit. Dus Vitek trouwens die hem klaarlegt. En dan doet Rasmussen ja, eigenlijk niks. Dan schiet Manhoef dus binnen. Leidt Vitesse.
voetbal door Danilo. De ruimte ligt inderdaad bij Szymanski. En nu bij Pedersen die de oversteek heeft gemaakt. En een binnenschiet. En zo is het 1-1. Het is niet Pedersen, maar Wollemark die het doet. Maar het is gelijk in Arnhem. Anderhalve minuut geleden riep hij Dilrosun bij zich. En zei, ga jij nou eens vanaf rechts proberen. En laten we Wollemark nou maar eens even aan die linkerkant neerzetten. En dat betaalt zich al vrij snel uit. 1-1 in de 31ste minuut. Door Patrick Wollemark. Net als voor Manhoefs, dat is zijn tweede Eredivisie goal. Goed balletje van Danilo. En dat geldt ook zeker voor deze bal van Szymanski. Precies de goede snelheid. In de loop bij Wollemark. Die blijft heel koelbloedig. Prima gelijkmaker van Feyenoord. 1-1 in Gelredome. Ook hier via het aluminium. Versnelling van Dilrosun op de eerste meters. In ieder geval wat rapper dan Witek. Kon nog net corrigeren. Wollemark, Pedersen. Pedersen, ja. Hij probeert Danilo in ieder geval nog. Vrij schop Feyenoord. En de vrije kopkant zit er ook gelijk in. En de vlag blijft op laag. En dus is het 2-1 voor Feyenoord. Danilo met zijn eerste voor de Rotterdammers. Grote grijns. Maar dat wil je als spits in zijn eerste wedstrijd. Er zit natuurlijk wat druk op. Er is een concurrent gehaald. De koper van de aartsrivaal. Maar al in de eerste helft tegen Vitesse pakt hij zijn eerste goal mee, Danilo. En leidt Feyenoord dus in minuut 41. Accu's in één keer door. Goed gespeeld. Manhoef. Manhoef probeert het in de korte hoek om Bijlo te verrassen. Maar die laat dat niet toe. Goed gespeeld dit door de man uit de Port-au-Prince. Haiti. Om hem in één keer te laten vallen voor Manhoef. Hier is Manhoef voor Vitesse. Doet zich van zijn tegenstander en frommelt de bal bij Balen Frederiksen. Zo is het heel even 2-2 met de vlag aan omhoog. Manhoef blijft aan de bal. En ja, dit is helemaal geen buitenspel dit. Die goal gaat gewoon staan voor Vitesse. Als dit inderdaad het moment is dat die bal echt gespeeld wordt door Manhoef. En dus gelijk inderdaad in Arnhem 2-2. Manhoef die doorzet. En Baden Frederiksen die binnenfrommelt. Een goal en assist voor Manhoef die Vitesse bij de hand neemt. Dilrosun. Dilrosun. Oh, wat een goal van Dilrosun. Zo komt Feyenoord op werkelijk schitterende wijze op 3-2. Heerlijke partij voetbal in Arnhem. Was er al dichtbij in de eerste helft met een poging op de paal. En nu lepelt hij hem in de verre hoek. Schitterend gedaan. Moeten we nog een minimaal voorbehoud maken dat dit misschien een voorzet zou zijn. Of we strepen dat maar gewoon weg tegen de schoonheid van deze goal. Oh, wat een gegoochel. Dan wordt het 4-2. Danilo. Wat een geknoei. En daar profiteert hij met een grote glimlach natuurlijk van. Danilo zet Feyenoord op koldrieke wijze op een 4-2 voorsprong. En zo neemt de ploeg van Slot dus echt afstand nu. Van het elfde van Letch. Maar de manier waarop dat gebeurt zorgt toch tot behoorlijke kronkels.
Toornstra. Toornstra, goed inspelpaas op Geertruida. Mooie goal van Feyenoord. 5-2. En dan lopen ze hard weg bij Vitesse. Szymanski leverde in de eerste helft zijn bijdrages in de vorm van een dubbele assist. Toornstra doet kort na zijn entree exact hetzelfde. En een perfecte inspelpaas op Geertruida, die verdedigende wel wat steekjes heeft laten vallen. Maar al bewezen heeft, die ook een goal kan maken in de Eredivisie. 2-5. Timber. Meegeven aan Idrissi. Idrissi zou het kunnen proberen. Wordt die bal ook nog aangeraakt en vliegt hij er bijna in. Is het een hoekschop? Huisnes. Nou, kan hem zo meegeven aan Idrissi. Die kan dan ook nog eentje binnenprikken. Dat zou voor zijn vertrouwen wel aardig zijn geweest. Als hij daar ook in was geslaagd. Maar schiet hem eigenlijk zonder al te veel vertrouwen juist naast die goal van Doelman Houwe. Eindsignaal van Kamphuis. Probleemloze eerste wedstrijd voor de nummer 3 van het vorige seizoen. Die zich dit seizoen in de Eredivisie ten doel heeft gesteld om zo lang mogelijk bij te blijven bij Ajax en PSV. Natuurlijk de twee favorieten voor deze competitie. De start mag er in ieder geval zijn, want Feyenoord doet iets wat de laatste jaren zeker geen vanzelfsprekendheid was in Arnhem. Namelijk winnen.